Judith Kessels van de brandweer. Ja, het station was ontruimd. Wat is er nou aan de hand geweest? Wij kregen rond 22:50 vanavond een melding van een gaslucht in het Centraal Station in Den Haag. We hebben verschillende metingen verricht. Het station is ook ontruimd. Op dat moment waren er zo'n 300 tot 400 mensen nog aanwezig op het Centraal Station. Tramplatform, busplatform, horecagelegenheden. Die zijn door de BHV-organisatie en de politie is ontruiming ingezet. Wij hebben zelf twee brandweereenheden, twee tankuitspuiten ingezet. Eén voor de metingen en één voor eventueel watervoorziening. Als achtervang. We hebben geen oorzaak gevonden. Hoe lang is het station ontruimd geweest? De melding was rond 22:50. Om 12 uur is het station weer vrijgegeven. Dus 1,5 uur ongeveer. Heb je gaslucht nog wel geroken? Ik heb de gaslucht persoonlijk niet geroken.